Bij Aprilia draait het allemaal eigenlijk om dit nieuwe motorblok. Het is de V90-900cc van Aprilia. Dat is eigenlijk het opgewaardeerde blok van de 750. In dit geval 95 pk. Nou, die hebben ze in dit geval gelepeld hier in de Dorso Duro en in de Shiver. Wat toch echt wel de twee, denk ik, meest onderschatte fietsen zijn in de hele markt, denk ik wel. Want ze rijden namelijk echt hartstikke goed, die twee. En met dit nieuwe blok, net even wat meer power. Ik ben benieuwd. Ja, en in de productieversie is die eigenlijk gewoon net zo retebruut als de conceptversie die we inmiddels al kennen. De MGX21, de Flying Fortress. Hij gaat nu echt in productie. Dus dikke 1400cc V-twin, 4 kleppen per cilinder, 96 pk, 121 Nm koppel. En eigenlijk dondert het allemaal niks, want het enige wat je nodig hebt is een enorm pakket zwart carbon.